Leuk dat je kijkt naar de KWC Open Dagen. Vandaag zijn we op het Kursenhof. Kijk je mee? Bij Allround gaan we lekker aan de slag. We gaan allerlei dingen uitproberen. Zo heb je koken, maar ook zorg en gaan we technisch ook dingen maken. Vandaag gaan we met koken oefenen met de snijtechnieken. Kijk maar mee. Be careful, knives are very sharp. Et voilà. Bij Allround worden de vakken ook tweetalig aangeboden. Dus bij VMBO basiskader kan je ook in het Engels Allround volgen. Yes. We zijn hier bij meneer Groeneveld. Wat zijn we hier aan het doen, meneer Groeneveld? Nou, we hebben hier het vak Allround en dat ken je nog vanaf klas 1. En vanaf de bovenbouw, dus klas 3, gaan we keuzevakken volgen die passen bij jouw opleiding. En hopelijk vind jij daar een leuk beroep wat bij jou past. Ik ben meneer Merbers en ik ga wat vragen stellen over coaching. Wat doen we eigenlijk met coaching? Nou, met coaching, Esmee, leuk dat je het vraagt, gaan we het eigenlijk hebben over jouw persoonlijke leerdoelen. En dat doen we middels coaching. Dus je hebt dan één keer in de 2 à 3 weken met mij in gesprek. En dan bepalen we met elkaar wat voor doelen jij hebt. En die doelen baseren op wat jij graag wil leren of wat je juist op dat moment heel moeilijk vindt. Dan gaan we met elkaar eigenlijk bespreken hoe we daaraan kunnen gaan werken en in welke lessen we daar aan kunnen werken en welke materialen je daarvoor nodig hebt. Hoe ervaar je het zelf, Esmee, om met coaching te werken en persoonlijke leerdoelen? Ik vind het zelf wel fijn, want dan kunnen jullie me helpen en dan snap ik dingen beter. Heel goed. En hoe werkt dat dan in de les, zeg maar, als je een leerdoel met mij tijdens coach bespreekt? Hoe zorgt de docent er dan voor dat dat leerdoel ook in de les dat er aangewerkt wordt? Nou, meestal als ik iets niet snap, dan vraag ik het gewoon en dan zoek ik een bepaald ding op wat ik niet snap en dan gaan ze het heel goed uitleggen. Wat kan je eigenlijk doen allemaal na het praktijkonderwijs? Nou, goede vraag. Want je hebt heel veel verschillende opties met wat je kan doen met het praktijkonderwijs. Je kan ervoor kiezen om te gaan werken. Je kan ervoor kiezen om te gaan werken en leren. En je kan ervoor kiezen om door te leren na het praktijkonderwijs. Als je wil gaan werken na het praktijkonderwijs, dan richten we de laatste 2 jaar in vooral op het zoeken naar werk door middel van stage. Maar we hebben ook als bonus het entreeonderwijs. Je kan hier ook in de laatste 2 jaar het entreeonderwijs tegelijkertijd met het praktijkonderwijs volgen. Kun je mij vertellen wat entreeonderwijs is? Ja, goede vraag, want dat is eigenlijk een beetje een rare, vage naam misschien, entreeonderwijs. Het entreeonderwijs is het instapniveau van het MBO. Dus dan doe je in de laatste 2 jaar van het praktijkonderwijs, naast het behalen van je praktijkonderwijsdiploma, haal je ook een diploma voor het MBO 1, het entreeniveau van het MBO. Kun je me vertellen wat je ermee doet met entreeonderwijs?
Nou, wat je daarmee kan doen, het voordeel daarvan is dat je, als je dat al haalt op het praktijkonderwijs, je door kan stromen meteen naar het mbo 2. Dus dan kan je na het praktijkonderwijs doorleren op een mbo 2 opleiding op ieder ROC, eigenlijk in heel Nederland. Dramalokaal. Hier heb ik altijd expertklas. Hier acteren we, spelen we, fotograferen en filmen. Het leukste van expertklas is dat we onze avatar mochten maken. Hier mag je zelf bepalen hoe je eruit wilt zien en wat voor kracht je hebt. En deze is van mij. En actie! Ik zei toch dat we in A5 moesten zijn? Ik kan er niks aan doen. Kom je op het KWC, op VMBO Basis Kader of Kader TL, dan heb je de expertklas. In jaar 1 en jaar 2 kun je gedurende een half jaar, 2 uur in de week, extra een vak naar keuze krijgen. Dat kan zijn kunst, drama, science of sport. In welk vak word jij een expert? Ik heb voor expertklas sport gekozen omdat ik sportiever wil worden. In het eerste jaar ga je lekker klimmen, lekker trampoline springen. Tweede jaar ga je kickboksen, lekker buiten voetballen, lasergamen. Je moet echt naar het KWC komen omdat ze daar leuke sportieve dingen doen. En als je voor sport kiest, dan kan je nog veel meer leuke dingen doen. Ik ben Ilana en ik koos voor expertklas science omdat we daar leuke dingen doen. We hebben deze raketten gebouwd en afgestoken. Ook hebben we rookbommen gemaakt van aluminiumfolie. Jullie zijn misschien benieuwd in welke eerste klas jullie komen en dat ga ik vragen aan onze conrector. Ik kom nu in de brugklas, maar hoe gaat het eigenlijk? Ah, brugklas. Bij ons op school heten de brugklassen kansklassen. Wat is een kansklas precies? Je krijgt op de basisschool een advies van je meester of juf. Voorbeeld, je krijgt een kader beroepsgericht advies. Dan kom je op het KBC in de kansklas, kader, met een grote K, theoretische leerweg, kleine t. We beginnen alle lessen op kaderniveau. En als dan blijkt dat jij veel meer kan of veel meer wil of het leuk vindt om meer te leren, dan gaan we je langzamerhand uitdagen op het theoretische leerwegniveau. Nou, als dat lukt, kun je dat hele vak op TL volgen. Dat kan voor 1 vak, kan voor 2 vakken. Maar er zijn ook leerlingen die op een gegeven moment alle vakken op het hogere niveau volgen en dan naar bijvoorbeeld 1 of 2 jaar de overstap maken naar een andere niveaugroep. Andere leerlingen blijven op hetzelfde niveau werken, maar doen 1 of 2 vakken, bijvoorbeeld op een hoger niveau examen. Dat is allemaal mogelijk op het KWC. Hi, ik ben Linde en ik zit op het KWC en ik mag, omdat ik goed ben in sommige vakken, op een hoger niveau werken. Hier op het KWC. Ik vind het heel leuk hier en vrolijke sfeer en veel kleur. Ik sta nu op het praktijkonderwijs en ik ga zo even meekijken met de naailes.
Leuk dat ik mee mag kijken in de nijles. Hey, Jasmee. En wat doen jullie eigenlijk precies hier? Oh, nou, normaal hebben ze vaste opdrachten die ze eerst moeten doen. Maar de meesten zijn er al mee klaar. En daarna mag je zelf kiezen wat voor opdracht je doet. Kijk maar even rond. Welkom hier in het technieklokaal van het praktijkonderwijs. Hier ga je leren welke mogelijkheden je met gereedschap hebt en hoe je dingen zelf kunt maken en ontwerpen. Je begint in het eerste jaar gewoon met de basistechnieken. En als je genoeg leert, dan kun je leren lassen en uiteindelijk je hele eigen werkstuk leren ontwerpen en maken. Ik ben Nanda en ik koos voor het KWC omdat ik hier mezelf mag zijn.